Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vlog de 383, denk ik. In ieder geval, welkom bij een nieuwe vlog. Dit is mijn Sinterklaasvlog. Gewoon dat ik heb gekregen. Deze handdoek. Deze tas. Ideaal voor het strand, voor het zwembad. Voor het weer. Voor volgend jaar in Tsjechië. Dus dat is heel gaaf. Ik kan sowieso mee naar Tsjechië volgend jaar, dus dat is heel gaaf. Heb ik al gezegd. Wat heb ik nog meegekregen? Deze fotolijstje. Voor mijn nieuwe kamer. Dus als dat rond is, ik naar een nieuwe kamer kan, dan kan dat. Dan kan ik mee. Het is gedicht voor dit jaar. Een oudje zusje had mij, dus dat was wel leuk. Dat was wel gaaf, heel gaaf gedicht. Dus nu het je verkouden zusje wordt. Gewoon eens verkouden uit, dus dat kan. Deze heb ik gekregen. Dit is een inspiration kalender. Nou, heel gaaf. Mooie teksten erbij en zo. Dus dat is wel tof. Dus die ga ik vlot op mijn kamer ophangen. Dan hebben we al meer een aanbieding. Of een aanbieding, maar. Ik heb deze gekregen. Van Sinterklaas. Wegen de. Het bakjesmiddagavond, deze, of de shave, deze, voor de koffer, heel tof. Douchegel, shampoo of wat dan ook, voor de douche, super chill, heel gaaf. En dan heb ik gekregen, nou, deze tablet telefoon vasthouden. Een standaard voor de telefoon en tablet ofzo. Chocoladeletter S, melk, chocoladeletter P, puur, chocoladeletter S, puur. Dat is heel gaaf. Voor mijn oudzusje van Sinterklaas heb ik ook deze gekregen. Heel gaaf, een nieuw dagboek. Dus dat kan ik even mee vooruit. Die oude kan ik nog even afschrijven. Sorry. En niet door ze verkouden te klinken, maar ik heb een koudje gevatting. Dat was het denk ik. Oh ja, deze heb ik ook nog gekregen. Voor het schoonmaken van mijn kamer. Vernieuwen mijn oude kamer. Zo gaat dat. En deze. Ook voor die komt ook op mijn nieuwe kamer. Update voor koffie of zo. Of wat dan ook. Dus dat was Sinterklaas vlog 2018. Ik weet niet of ik vorig jaar ook gedaan heb. Ik weet niet of ik het wel heb. Ik weet niet. In ieder geval, dat is heel gaaf. Daar ben ik ook heel blij mee. Mijn broer en ik blijven hier vandaag logeren, dus dat is wel chill. Even een raampje openzetten, want het is nogal warm hier. Ja, voor de rest heb ik wel een fijne zondag gehad eigenlijk. De gedichten waren mooi. En mooie dienst gehad vanochtend. Dus een liedjes gezongen en iedereen gezongen. Samen met een gemeentevriend even gepraat, of koffie gedronken en zo. Shut off. Ja, voor mij is Sinterklaas top. Leuk Sinterklaas gehad. Veel gelachen. En zoals in deze cadeaus zijn, we zijn echt goed verwend. En er komt nog een t-shirt van Liefde heeft het laatste woord in Damascus. Komt morgen binnen als het goed is. Dus dat is ook heel gaaf. Ik ben blij mee. En ja, voor de rest gaat het best. Ja. Goed slapen vannacht. En ik moet nog een dagboek schrijven. Ik ga even kijken hoe ver ik nog een dag op ben. Heb ik zo goed als bijna uit. Ik heb nog een paar bladzijden. Ja, een paar. Een stuk of 20. En ik krijg het dit jaar nog wat af. Dus dat is ook af. Ik ga even afschrijven. Ga ik straks even inschrijven. Een beetje updaten verder. Goed gewend allemaal. Ja, het is safe, dus heel tof. Een leuk gesprek gehad met mensen. Zusje heeft nog extra bedankt voor het Sinterklaas cadeaus en dat ik haar de vaart gedicht ook voor haar had gemaakt. Dus dat is heel tof. In ieder geval, vergeet niet te abonneren op het kanaal. De duimpje of je het leuk vindt, zou ik top vinden. Dat ik even kouwen. Dat is ook december, dus dat mag het ook wel. We gaan zo commenten met elkaar. Ik hoop dat ze foto's gaan maken, denk ik niet. Ah, misschien wel, zou leuk zijn.
Anders kijken we wel. Maar ik zal foto's meteen op Instagram en Facebook zetten. Zometeen zal ze het op. Ik heb gisteren nog een les van Skype ook al gehad. Super tof. Was gezellig, was leuk. En ja. Daar liggen mijn cadeaus. Hier slaap ik vannacht. Mijn broer zit hier ook. Die zit boven. Staat boven daar. Dus dat is wel gezellig. Ik moet nog brood smeren voor morgen, maar dat doe ik zo meteen wel. En voor de rest lekker de schaal doen. Hier zoals gezellig bij opa en oma. Lekker bijgepraat, een paar biertjes op. Vandaag ook een paar biertjes drinken. Daar zal ik even mijn boezem vrouw kijken. Dus dat is ook wel tof. Ik weet dat ik erg hees ben. Ik heb er even niks aan lanken, dus dat moet ik sowieso ook even doen. En ja. Even kijken hoe het eraan komt. Dus dat was al een heel leuk Sinterklaas. Ja, was gezellig, was leuk. En voor de rest is het nat buiten, maar doen we niks aan. Ik heb een fiets schoongemaakt. En ja. Zo wat je om te doen. Gaan ze komen met familie. Ook wel gezellig leuk. Het gedicht klopt precies zoals ik het las. Superleuk gedicht. Superleuk cadeaus als je goed vindt. Dat is wel leuk. Dus Sinterklaas voor dit jaar is geslaagd. En ja. Deze week in ieder geval nieuwe kansen. De eerste zondag van het vent. Dat is ook wel tof. Dus ik hoop dat mijn verkoudheid wat beter wordt. Ik moet me wat fitter gaan voelen de komende tijd. En ja. Zorg voor een vlog van huisgenoot bekijken. Vlog wat voedsel online gooien. Vlogs bewerken. Ik zal ook even doen. En ieder vocht en filmt en beatboxt en rapt en zingt en speelt gitaar op zijn eigen manier. Dat is gewoon sowieso belangrijk, dat je dat op je eigen manier doet. En het is niet zo'n hele lange vlog dit keer, want ik heb niet heel veel te melden. Goede dienst gehad verder. Ik heb lekker vanmiddag geslapen, op de bed heb gelegen. Mijn koffer donker, gebakje op. En we zijn niet meer weg geweest. Dus mijn oudzusje is ook thuis, dat was gezellig. Mijn broer is ook, mijn andere zusje is er. Dat was wel tof. Hij wil niet. Morgen lekker werken. Hele week werken. Dinsdag komt gemeentevriend bij mij bezoeken. Dat is ook wel gezellig. Hij volgt me ook op YouTube en op Facebook en Instagram. Heel tof. Ik wil gaan drinken, denk ik. Dus in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vlog vooral, kijk maar mijn andere vlog, Miranda's vlog. En andere vlogs en andere kanalen. Pak je rust en ja. Het was een leuke zondag vandaag, dus het was een tot nu toe een prima weekend. Top weekend, ja. En dan hebben we zusje de bank gelegen. En ik heb gechilled beneden, was dat tof. Was er meestal ook over vertellen. Ik heb nog niet echt wat meer te vertellen eigenlijk. Dus dat was het vierde vlog voor nu. Sinterklaas cadeaus die ik heb gekregen. En ja, dat was een beetje. Ik heb niet meer vertellen eigenlijk. Ik heb van de week nog mijn eigen vlogs bekeken. En ik check ook andere vlogs natuurlijk. Dat ook. Maar. Dan zie ik bij de volgende video weer. Dus hele fijne zondag. Ik ben deze week op nieuwe vlogs, nieuwe beatbox, nieuwe raps. Ook of ik kou of niet, ik ga gewoon door. Zal ik even eten met mijn familie. Eerst nog wat drinken, ik heb dorst. Dus hele fijne dag. Fijne zondag. Fijne zondagavond. Goeie dienst, of wat je ook gaat doen. Of gaat slapen, of je bent moe, of wat je ook gaat doen. Hele fijne zondag.
als het gaat voor de wind, namen mij dus wat. Als mensen zouden het maar mee zeggen, gewoon ja, best prima. Nou, dat is ook zo. Fijne zondag. Ciao. Later.